Er moet op basis van feiten een besluit genomen worden in de kwestie omtrent de perikelen van de leiding van Hagerinbank NV. Dit zei bondsvoorzitter Gino Kastelen van de werknemersorganisatie vanmorgen op een persconferentie. De bond gaf een uiteenzetting over de vermeende issues en maakte haar standpunt kenbaar in de kwestie waarbij de directeur wordt beschuldigd van seksueel molest. Het onderzoek binnen de bank is afgerond, maar er is nog extern onderzoek gaande. Want er is op een bepaald moment, de informatie die we hebben gekregen, is er door de raad van commissarissen die van oordeel was dat ze een zwaardere sanctie zouden willen geven, maar dat op basis van wat ze hadden dat niet voldoende was, hebben ze zelf twee van de dames begeleid naar de politie om aangifte te doen. En die aangifte is gedaan en ergens in oktober, en het heeft 4 maanden geduurd en de directeur, ja, die berichten bleven maar komen en de directeur heeft toen gemeend, dat is de informatie die hij ons heeft gegeven, wij zijn hier voor de arbeidersbelangen, maar ik moet u die informatie geven, heeft gemeend om een brief te schrijven. Dat hebben we gelezen gisteren in Star News. Een brief te schrijven naar de PG waarin hij aangeeft van luister, hoe staat het met het onderzoek? Kastelen zegt dat de bond het onderzoek toejuicht. Het feit dat een aantal maatschappelijke organisaties en individuen een open brief naar de procureur-generaal heeft geschreven, is een bewijs dat de samenleving alert is. Dat juichen we toe. Onze samenleving moet alert zijn. En onderzoek is nodig om te weten wat de feiten zijn en op basis van de feiten besluiten te nemen. Dus normaal zouden we, zeker met mijn parlementaire historie, zouden we niet willen komen om zeker niet over details met u te gaan praten, omdat we daardoor het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden, ongewild. Dus dat is niet ons streven, we willen geen enkel onderzoek beïnvloeden, maar we willen wel u informeren wat wij gedaan hebben. We hebben dus dat gesprek gevoerd met de advocaat en een van de dames die nog in dienst is. En ik ben geweest samen met de heer Belfort voor dat gesprek. We zijn bewust niet breed gegaan, ook om de persoon de ruimte te geven om te kunnen praten. En we hebben een open gesprek gehad. Gino Kastelen, hij zegt dat de bond niet kan beoordelen wat het gewicht van de zaak is. De aangevers zijn geadviseerd om meer informatie te verzamelen om hun case sterk te maken. Als er inderdaad een schijn van seksueel molest wordt geconstateerd, zal dat besproken worden met de directie.